Dag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van My Generation. Zoals je hebt kunnen zien hebben we in de afgelopen afleveringen leuke dingen gedaan. We hebben met furries gelopen, we hebben gerollerderbyd en natuurlijk veel meer. Maar onze generatie heeft ook zijn serieuzere kanten. En één daarvan is seks. We vinden het allemaal hartstikke fijn en leuk, maar we worden aan alle kanten bestookt met safe sex. Nou, daar gaan we het deze aflevering onder andere over hebben. En ik ga beginnen met een SOA-test. Dit is alweer de laatste aflevering van My Generation van dit seizoen. In deze aflevering ga ik een SOA-test doen, Thomas krijgt voorlichting over homoseksualiteit en ik loop een dagje mee met een tienermoeder. Hoeveel mensen hebben wereldwijd AIDS? Wat betekent de afkorting HIV? Geen idee. Oeh, dat is weird. You have to know this. The I stands for immune. No, I don't remember. Volgens mij moet ik hier wezen. Hoi. Hi, welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, mijn naam is Emma. Hoi Emma, ik ben Peter. Hi Peter. Hoi. Jij hebt een afspraak gemaakt voor SOA-onderzoek. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ben je ooit eerder bij ons geweest? Nee, nog nooit. Oké. Ik ben zelf SOA-verpleegkundige hier op de SOA-afdeling bij de GGD. En ik ga jou zo eerst uitleggen hoe wij werken, wat ik allemaal opschrijf en waarom. Dan zal ik je uitleggen wat voor test we doen, hoe dat een beetje in zijn werk gaat, wat de aanleiding is voor je afspraak. En daarna zal ik kijken of je nog vragen hebt. Peter, wij werken hier met het elektronisch patiëntendossier. Dat is eigenlijk alleen maar gewoon om jou te volgen. Gaat nergens naartoe, niet naar de huisarts, niet naar het ziekenhuis. Het is gewoon helemaal privé, zeg maar. Ja. Alleen voor de SOA. Tijdens het interview worden je persoonlijke vragen gesteld. Dit zijn vragen die betrekking hebben op je seksleven. Bijvoorbeeld hoeveel verschillende bedpartners je hebt gehad. Of met hoeveel mannen en of vrouwen je het doet. En of je wel veilig vrijt. Maak je verder geen zorgen. Je antwoorden blijven geheel tussen deze vier muren. En er zal vertrouwelijk mee omgegaan worden. Je kan zelfs de hele test anoniem doen. Na het eerste deel van het gesprek is het tijd voor het engste gedeelte. Bloedprikken. Emma gaat hier wat bloed afnemen bij mij, wat ze nodig hebben voor de test. In het ziekenhuis gaan ze kijken in het bloed en kunnen ze vaststellen of je het HIV-virus hebt. Ook hier hoef je je verder geen zorgen te maken. Zo'n prikje voel je nauwelijks en de verpleegster zal je tijdens het prikken afleiden. Deed het pijn, Peter? Ja, ik voelde er niks van eigenlijk. Je hoeft overigens alleen bloed af te staan als je getest wil worden op AIDS. Voor alleen de SOA-test is enkel urine nodig. Dit wordt onderzocht door de patiënt van syfilis. Ja. Zo, dat is wel bloed. Dit is van 1976. Oh, okay. Nou, dan geef ik jou een potje. Daar mag je in blassen. Ja, oké. Okay. Dat heb ik nodig voor de rest van ons. Nou, dat is goed. Dan gaan we die maar zo vullen. Oké. Okay. Okay. Ja, goed, gaat het? Niet duizelig? Nee, gaat okay. Prima. Heel goed. Ja. Nee, het is gelukt. Ja, het is gelukt. Nou, kijk eens. Nou goed, dankjewel. Alsjeblieft. Dit is dus voor de chlamydia en gonorreu. Ja. Het bloed heb ik ook stickers opgedaan voor de HIV en syfilis. Het gaat naar het Amphia ziekenhuis, ja. De Molengracht. En daar wordt het voor ons gekeken. Oké. Okay. En na 10 dagen tot ongeveer een week tot 10 dagen heb jij de uitslag per sms als alles goed is. En telefoontje als er wel wat is. Ja, precies. Stel nou dat je wel chlamydia hebt, dan word je door ons hier uitgenodigd en door ons behandeld. Oké. Okay. Emma, hartstikke bedankt voor al deze informatie en voor de test natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vond hem hartstikke meevallen. Okay, dus ik had echt veel erger verwacht eigenlijk. Je zag eigenlijk. Het een beetje tegenop. Ik zag er een klein beetje tegenop, maar het valt hartstikke mee. En ik ga het ook zeker één keer per jaar doen. Nou, zeg tegen iedereen hè, dat het meevalt. Komt goed. Dankjewel, Peter. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Dit was het alweer. Ik heb mijn SOA-test gedaan. Het valt hartstikke mee. Ik moest een beetje bloed laten afnemen. Ik moest in een buisje plassen.
niks, geen gouden hoer met een staafje in mijn penis lopen rollen. Het valt allemaal hartstikke mee. Over een week krijg ik de uitslag. Ik ben heel benieuwd. We gaan over naar jou, Thomas. Hoeveel procent van de Nederlanders is homoseksueel? Dat is 1 op de 13, toch? Of zo? Volgens mij wel, ja. Dat is zoiets, ja. Hoeveel procent? Ja, dan moeten we rekenen. 15%. 6%. 6 of 7% gaan we door. Noem een bekend persoon die homoseksueel is. Ja, Mike Boer. Albert Slim. Gordon. Paul Melters. Onthoud die naam. 1 op de 10 mensen is het en toch is de tolerantie soms ver te zoeken. Vandaag gaan we het hebben over homoseksualiteit. Zo blijkt uit recentelijk onderzoek onder Nederlandse jongeren dat maar liefst de helft homoseksualiteit als iets negatiefs bestempelt. Zodoende staan wij op een middelbare school hier in Naaldwijk en wij gaan zelf de proef op de som nemen door middel van 3 voorlichters te volgen die vandaag hier homoseksuele voorlichting gaan geven. Ik ben benieuwd. Jij bent Mark van Apollo. Ja, inderdaad. Ja. Dus jij gaat vandaag voorlichting geven over homoseksualiteit. Ja, inderdaad. En hoe ben je erbij gekomen om voorlichting te geven over homoseksualiteit? Nou, ik geef al 2 jaar voorlichting. Ik zit bij Apollo, wat je net al zei. Apollo is een homojongerenvereniging in Rotterdam. En ik ben gevraagd om dat te gaan doen 2 jaar geleden. Ik was net uit de kast een paar jaar. Tenminste, daar ben ik al een tijdje. Dat ik ervoor uitvind dat ik homo ben. En ze vonden mij ook wel geschikt om dat te doen. Dus ik dacht zoiets, nou leuk, ik ga een keer mee. En toen ben ik meegegaan en het verviel mij wel heel erg goed. Nou heb ik meegekregen dat wij dadelijk een kijkje mogen nemen. Ja, inderdaad. Ja. Want jij gaat dadelijk de klas in. Ja. En dan ga je je voorlichting geven. Ja, inderdaad. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Spannend. Ja? Ja. Spannend, goede spanning, slechte spanning? Het is goede spanning. Nou, we gaan kijken hoe het je bevalt. En ik ben heel benieuwd naar de reacties achteraf. Is goed, dan gaan we naar de klas. Oké, nou, goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het vandaag hebben over homoseksualiteit. Wij zijn erg benieuwd wat jullie van homoseksualiteit vinden en hoe jullie denken over bepaalde dingen, hoe je tegen dingen aankijkt, wat jullie ervaringen erin zijn, zeg maar. Wij proberen ook zo open mogelijk te zijn, dus ik denk dat we een hele leuke dag van gaan maken. Manon, wat vind jij van homoseksualiteit? Ik vind dat er, het zijn gewoon mensen, het zijn mensen die verliefd op elkaar zijn. Ze zijn gewoon hetzelfde als andere mensen, alleen ze vallen op jongens. Ja, vertel. Zien mensen wel eens op straat dat jullie homo zijn? Dat is een leuke vraag. Nou, ik heb nog nooit gehad dat ik op straat ben nageroepen of zo voor homo of iets dergelijks. Maar ik heb ook het. Ja, ik kan natuurlijk niet meer zelf zien op straat hoe ik loop of hoe ik doe. Maar ik heb wel ik heb niet het gevoel dat ik heel uitbundig homoseksueel ben of zo. Tenminste, het is, op straat of in het openbaar word ik er niet echt mee gepest of op aangekeken. Misschien even jullie wel? Ja, ik heb wel, het gebeurt niet vaak hoor, maar het is wel een paar keer gebeurd dat ik inderdaad, dat ik gewoon met een vriend van me over straat liep. En ik heb ook wel eens in buien dat ik in een strakke witte broek rondloop en dan loop ik met mijn tas en lekker fel gekleurde schoenen en zo. En dan hebben mensen wel het idee van, oh die zal wel homo zijn. Heb ik wel eens dat mensen het wel eens roepen, maar het gebeurt niet vaak. Mark, kijk eens aan. Jij bent net klaar binnen? Ja, inderdaad. Hoe was het gegaan? Ja, super tof. Leuke klas, leuke voorlichting. Wat ik er net ook al zei voordat we begonnen. Oprechte vragen. Dus dingen als hoe was je coming out? En hoe vertel je het je ouders? En ben je homo of word je homo? Hè? En wat zei je dan op dat moment? Nou, je trekt het ook een beetje persoonlijk. Hè? Kijk, als het echt gaat over seks of zo, dan kan je het natuurlijk ook gewoon algemeen houden. Maar met coming out, dat vertel je persoonlijk, hoe je dat doormaakt. En wat vertel je dan ongeveer als je tegen hem? Nou, ik vertel dan dat ik eigenlijk als kind altijd al wist dat ik jongens wel leuker vond dan meisjes. Wat ik dat altijd nooit echt wist dat het te maken had met homo zijn. Omdat ik een soort jaloezie had voor jongens, dacht ik altijd. En niet alleen dat ik echt op jongens viel. Toen ik jaar of 17, 18 was, toen kwam ik erachter dat het eigenlijk wel zo was. En dat ik het voor mezelf heb beseft en heb geaccepteerd. En ook richting mijn naaste mensen verteld, zoals mijn familie en mijn vrienden. Okay. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval voor je tijd. Graag gedaan. En heel veel succes nog verder. Ja, dankjewel. Dat gaat wel lukken. Ja, dat was het er meer voor vandaag. Homoseksualiteit is hier niet echt een issue. Het wordt best wel redelijk goed getolereerd. Dus ons werk zit er weer op. Dus Peter, terug naar jou. Weet jij een bekende tienermoeder of vader?
ik kijk wel 16 and pregnant, maar daar houdt het mee op. Een meisje van de dorp. Hoe oud waren de jongste tienerouders? Ik heb op het nieuws gehoord een meisje 8, een jongen 9. 14, 13, 15 jaar. Dankjewel Thomas. We staan hier vandaag in de speeltuin in Eindhoven. Achter mij staat een hele sterke vrouw. We hebben het hier namelijk over een jonge moeder. En vandaag lopen we een dagje met haar mee. Over het algemeen zijn er in Nederland relatief weinig tienermoeders vergeleken met andere landen. Uit onderzoek blijkt dat van de 1000 kinderen in Nederland maar 14 afkomstig zijn van moeders tussen de 13 en 19 jaar. Dit is een van de laagste percentages ter wereld. Dus het lijkt mee te vallen, maar toch gebeurt het. Monique is een van de tienermoeders in Nederland en dit is haar zoon Jessien. Monique, jij bent, zoals ze dat zeggen, een tienermoeder. Je was op het moment dat je beviel van je zoontje, was je 19 jaar? Bijna 19. Bijna 19. Ja. Vertel, hoe gebeurde dat zo? Ja, op een gegeven moment kreeg ik mijn maandelijkse periode niet meer. Ben ik gaan testen. Toen was ik al 3 maanden zwanger. Ja, 3 maanden toen je erachter kwam. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik schrok natuurlijk heel erg. Per jaar plegen ongeveer 3500 vrouwen tot en met 19 jaar abortus in Nederland. Dit is ongeveer 63% van de vrouwen die onder de 20 jaar zwanger raken. We vragen hoe Monique erover denkt. Is er ooit eens bij je boven gekomen, ik laat het kindje weghalen? Nee. Om weg te laten? Nee, je zegt meteen nee. Nee. Waarom niet? Ja, nee, ik had al... Het is gewoon mijn kind. En toen ik de echo zag dat het al zo ver was, had ik helemaal zoiets van... Nee, dat kan niet. Als jonge moeder best wel zwaar om een kind op te voeden met al die dingen die wij natuurlijk nog willen doen nu. Hoe gaat je dat af? Ja, goed. Ik heb eigenlijk al gedaan wat ik allemaal wou doen. Maar je hebt dus geen werk en je zit dus eigenlijk gewoon thuis met Jessien. Ja. Heb je dan daar nog speciale uitkering voor of iets dergelijks? In Nederland hebben we te maken met allerlei uitkeringen. Zo ook een babyuitkering. Dit is voor moeders tot en met 18 jaar. Het bedrag is zo rond de €200, maar hangt wel af van het inkomen van de moeder en de vader indien hij het kind heeft erkend. Niet voor iedereen is dezelfde uitkering weggelegd en daarom is het verstandig als er eerst bij de gemeente geïnformeerd wordt. We vragen hoe dit bij Monique in zijn werk gaat. Ja, zo'n uitkering wet bij is daar nou. En ik heb hem ook aanvullend, dus dat gaat goed. Heb je nog plannen voor de toekomst? Ja, ik wil eigenlijk graag een webshop beginnen met allemaal kinderkleding, outletkleding. Dus. Monique, wat vind je nou het allermooiste aan moederschap? Dat is het opgroeien. Dat zijn eerste stapjes, de eerste tandjes en al dat soort dingen. En ik vraag me nou af, voor moeders die nou eigenlijk in zo'nzelfde situatie zitten als jij nu zit, heb je daar nog iets tegen te zeggen qua tips of van nou let daar gewoon op? Wat jij hebt ondervonden en vooral wat je hebt geleerd aan het moederschap. Ja, is dus eigenlijk niks aantrekken van wat anderen ervan zeggen. Ja. Ja, gewoon hun eigen ding doen, wat hun ervan vinden, gewoon doen. Heb je daar dingen mee meegemaakt dan? Dat mensen... Ja, scheve blikken, roddels, omdat ik zo jong ben. Er zijn genoeg jonge moeders die net als Monique hun weg hebben gevonden als moeder. Maar er zijn wel degelijk meisjes die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld met het opvoeden, financiële zaken en huisvesting. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei organisaties die deze meisjes kunnen helpen en die makkelijk te traceren zijn in de eigen gemeente. Nou Monique, ontzettend leuk dat ik een dagje heb mee mogen maken in jouw leven. Hartstikke bedankt. De kleine gaat zo naar bed, of niet? Ja, dat was hartstikke leuk. Nou, ik wens je het allerbeste toe voor de rest van je leven. En heel veel succes met je winkel. En jij slaapt lekker, hè? Oké, dag! Dag! Dit was dan de laatste uitzending van dit seizoen. Hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken. Ontzettend bedankt. En tot volgend jaar. Nakkeman.